En Lukaku! Oh! Vinicius, oh mooie knal, geweldige goal! Stones kop, daar is Haaland. Voor Mbappé, eerste kans uit de goal! Gnabry, tweede! De Bruyne, oh De Bruyne! Oh, Courtois met een geweldige hand! I've always dreamt of winning this competition, so now I'm gonna touch that cup. Welkom bij de Champions Club, beste voetballiefhebbers. Het is de derde speeldag in deze Champions League campagne, dus derde aflevering van deze podcast. 2 keer 8 wedstrijden op dinsdag en woensdag bij Pix Plus Sports. 2 keer multilive op dinsdag en woensdag. En op maandag blikken we dus vooruit op die 2 speeldagen of op die 2 wedstrijdavonden. En dat doen we altijd met 2 gasten. Dat zijn vandaag Michael van Varenberg en Wesley Sonck. Dag Nico. Goedemiddag mannen. Goed voetbalweekend gehad? Gisteren hebben we nog samen een match gedaan. Dat was niet echt denderend. Milan-Juventus. Maar de zaterdag was wel oké. Een team dat Wesley niet graag ziet spelen. Heeft wel ruim gewonnen. Atletico Madrid van Celta de Vigo. En dat was wel een goede match met een goede Griezmann. Ja. Ik zat op Charleroi Antwerpen. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Dus, ook interessant. Ja, hou je analyses nog maar even vast. Want we kunnen natuurlijk niet alles belichten. Niet al die 16 wedstrijden. We gaan er een paar uitpikken. Michael, jij geeft commentaar dinsdag bij Galatasaray tegen Bayern München. Mm-hmm. Dat is toch wel de topper in die groep. Het is ook de wedstrijd op X+. Aftrap al om 7:15. Mm-hmm. Hoe kijk je daar naar uit? Want Galatasaray heeft het spectaculair gedaan tot nog toe. Ze hebben het zichzelf 2 keer moeilijk gemaakt. Ja. Op achterstand maar, gekomen. Maar winnen wel tegen Manchester United. Met dezelfde scoren eigenlijk als Bayern München. Maar ik denk nog wel dat Bayern, ondanks vele afwezigen, want ze hebben wel wat blessureleed, dat zij wel de favoriet zijn in dat duel. Maar het is wel in Istanbul, in dat stadion, met die gekke sfeer. Dus dat kan ook wel de Turken weer net dat extraatje gunnen. Maar ze missen wel... Ja, hun Harry Kane, zal ik maar zeggen. En dat is Mauro Icardi, die 10 keer gescoord heeft, denk ik, in 9 matchen. Ook in de Champions League al. Ja, afgelopen weekend ook 2 tegen Besiktas. En die is niet inzetbaar, is het laatste nieuws. Zou een kleine knieblessure hebben opgelopen, waardoor hij toch enkele weken in de lappenmand ligt. Die gaan ze wel missen. Al kan het misschien wel voor Dries Mertens dan weer goed nieuws zijn dat een van de spitsen uitvalt, natuurlijk. Zie je Dries Mertens nog in de spits? Tja, lopen. Heeft het misschien dat het bij Napoli... Ja, voilà, tegen Bayern zou het eventueel wel kunnen, hè, dat ze het anders willen aanpakken. We gaan niet meer zeggen dat Dries dat niet kan. Hè. Want heeft hij aangedaan. Maar ik heb Galatasaray een paar keer gedaan, ook in de voorrondes. En ik vond het een heel slechte ploeg. Die hebben eigenlijk geluk gehad dat die de Champions League hebben gehaald. En ja, zo zie je maar... Met de slot tegen Molde. Ja, tegen Molde. Hè. Eigenlijk was Molde 2 keer de betere ploeg. Maar een niet-fitte Icardi daar, want hij was... Ja, niet goed. Was geblesseerd geraakt, ook in de voorbereiding. Niet alles meegedaan. Maar een niet-fitte Icardi zorgde daar ook al voor het verschil. En het is mij een wonder dat hij al zoveel goals heeft gemaakt. Ja, goed, het is geen wonder, want hij kan een goal maken. Maar hij is gewoon niet fit. Dat zal nu wel wat beter zijn. Maar toch serieuze aderlating, denk ik, dat hij niet meedoet. Ja, want ondanks een Icardi niet in topvorm, 10 goals, zoals je zei. Mm-hmm. Ze doen ook geweldig goed mee in de Turkse competitie. Nog ze staan aan de leiding, ja. Uiteindelijk, Fenerbahçe heeft nog het maximum. Dus die hebben weer gewonnen nadat Galatasaray had gespeeld tegen Besiktas. Dus die staan nog net bovenaan. Maken ze kans tegen Bayern München? Als Bayern op niveau is, niet, denk ik. Zelfs een Bayern met een paar belangrijke afwezigen is sterker op papier dan Galatasaray. De sfeer is daar crazy. Als je ooit in Turkije hebt gevoetbald... is bijna met niks te vergelijken. Dus op dat gebied kan dat vreemde wendingen geven in de wedstrijd. Al denk ik wel dat die mannen van Bayern daar wel mee om kunnen. En er is ook gewoon veel meer kwaliteit. Maar laat ons zeggen, als ze 10 keer tegen elkaar speelt, dat je 8 keer gaat winnen, 1 keer gelijk en misschien 1 keer gaat verliezen als Bayern zijnde. Maar ik geloof daar eigenlijk niet zoveel in. Ja, over die sfeer en over wat er typisch is aan Galatasaray. Daar zei Dries Mertens in het Champions League magazine het volgende over. Wat anders is dan wat hij heel zijn carrière al gewend is geweest. Wat wel leuk is in de bus, als we onderweg zijn naar het stadion, zetten we muziek op. En zingen en dansen we eigenlijk heel luid. En dat zorgt van onze opwarming. Ik heb dat nog nooit gehad, omdat ik denk dat ik zo altijd serieus wou doen. Maar ik moet zeggen, we zijn vorig jaar daardoor kampioen geworden en dat werkt wel. Dus dat is iets wat we doen. Ja,
ik kan me moeilijk voorstellen dat Dries Mertens de ernste is in een kleedkamer, maar het is toch aanpassen geweest. In Italië was het altijd op hotel gaan, of het nu een thuiswedstrijd of een uitwedstrijd is. Hij gaf ook mee dat hij nu voor een thuiswedstrijd gewoon thuis slaapt. Mm-hmm. Wakker wordt met vrouw en zoon. Ja, het zorgt misschien toch voor een wat lossere aanpak. Maar die hem misschien wel op zijn 36 wel goed afgaat. Ik begrijp dat heel goed, want in de jeugdwedstrijd die wij speelden met Nationale Ploeg is dat heel vaak dat er heel veel muziek wordt gespeeld. We hebben daar een item van gemaakt, van ja, het feit dat sommige jongens dat graag hebben, anderen niet. Niet jouw soort muziek, hè? Geen slagers voor ons. Alles, ik vind dat... ik heb dat ook voorgesteld om een soort lijst te maken waar spelers zich goed bij voelen, dat iedereen zijn goesting heeft. En ik denk dat wat Dries nu net ook zegt, en dat vind ik ook een heel groot probleem in voetbal, is alles wordt veel te serieus genomen, wat hij ook zei en wat jij ook bevestigt. Het moet altijd serieus zijn. Nee. Absoluut niet. Ik was ook niet de gast die doodserieus in een opwarming begon. Maar als het fluitsignaal gaat, ja, dan zijn die mannen wel bezig met hun vak. En ik vind dat dat voor een soort ontspannende sfeer kan zorgen om aan een wedstrijd te beginnen. Ik denk dat een Hakim Ziyech daar ook onder floreert eigenlijk. Die ook liever niet in een vast stramien gegoten zit, maar gewoon helemaal los. En hij heeft toch ook al wel getoond dat hij de periode Chelsea een beetje achter zich heeft gelaten en is sterk ouder geworden, hè, in Istanbul in de voorbije wedstrijden. Dus ik denk dat hij effectief nog meer dan Mertens met zo'n losse aanpak het beste in zichzelf kan bouwen. Ja, goed, Dries Mertens is bankzitter de jongste weken, want ja, de man die hem vervangt, Aktar Koglu, die doet het uitstekend. Die is de beste assistgever. Dus dan is het inderdaad een noodoplossing misschien in de spits morgen. Ja, ik vond Dries ook niet echt zijn beste niveau halen. De wedstrijd tegen Molde deed wel zijn best. Maar het is gewoon een andere manier van spelen, andere functie. En misschien ligt hem de spitspositie nog wel beter. Komt hij misschien meer voor doel. Moet wel veel lopen werken, vond ik. Omdat Icardi dan ook eigenlijk niet meedeed. Hoe dat je draait of keert, je speelt met een man minder. Hè. Dus er zijn andere mensen die dat moeten oplossen. En ondanks zijn leeftijd, met alle respect, ja, deed hij dat toch. Dus dat was wel positief. Komt hij daardoor niet aan zijn normale niveau? Dat kan misschien ook wel zijn, maar laat ons hopen dat hij gewoon mag meedoen al. Dat zou heel leuk zijn voor onze kijkers en voor onszelf ook. Ja, goed. De andere wedstrijd in die groep is Man United tegen Kopenhagen. Kopenhagen nog niet weggespeeld in deze campagne. Maar Man United heeft natuurlijk een probleem. 0-6, 4-3 nederlaag bij Bayern. Die 2-3 op Old Trafford tegen Galatasaray op de tweede speeldag. Ze hebben zich ondertussen wel herpakt in de Premier League met twee nipte zegens tegen uitgerekend Brentford en Sheffield United. Dat zijn nu ook niet de grootste clubs. Zien jullie een 0-9 mogelijk tegen in principe het zwakke broertje uit de groep? Het moet al heel straf zijn mocht Onana nog eens in de fout gaan en het zo weer opnieuw wordt weggeschonken. En ik kan de kwaliteit van Kopenhagen ook niet echt goed taxeren. Dat is ook wel manoeuvreren. Dat is, ja, het is, is ook krijgen... wel, thuisvoordeel daar is ook wel belangrijk, want dat is ook... Parken is ook wel een geweldige atmosfeer, dus dat kan hem misschien ook wel een boost geven. Het is op Old Trafford. Is het op Old Trafford? Ja, krijgen weinig doelpunten tegen, uiteindelijk. Manchester United, wat moet je daar eigenlijk nou over zeggen? Al die jaren, er wordt met zoveel geld gegooid, maar zo... Harry Maguire werd wel in het weekend tot man van de match. Man van de match, ja. dat zegt ook al iets. Als je man van de match, Harry Maguire, die dan... Ja, dat is geen slechte voetballer, hè, maar dat is nu toch niet het toonbeeld van stabiliteit geweest de laatste jaren, als ik het voorzichtig mag uitdrukken. Ik weet eigenlijk niet wat er aan de hand is met Manchester United. Al jaren, Nico. Ik zeg dat sinds dat ze met Mourinho de laatste keer een beker gewonnen, een trofee gewonnen hebben. Hoe dat hij dat weer van elkaar gekregen heeft, was met een soort voetbal dat we niet gewend zijn van United. Ze willen terug een ommekeer doen met Ten Hag. Maar het komt er gewoon niet uit. En de spelers die gehaald worden, hebben volgens mij niet altijd het niveau van een United. En willen ze naar dat niveau toe groeien? Dat denk ik wel. Maar op een of andere manier lukt het niet. En ik vind dat heel vreemd dat je met zoveel geld er zo weinig van terecht brengt. Heb ik dat goed gezegd? Ja, absoluut. Maar ze zitten ook in een overname... Ja.
geld uit Qatar komt er dan niet. Ja, en dan is het de man van Ineos die... Ja, ja maar laat ons zeggen, Michael, dat er toch nog genoeg is. Ja, om, uiteraard. Om af en toe is... Maar ik denk dat het geen gemakkelijke club is om in te werken. Nee, omdat er ook achter de schermen heel veel gebeurt. Ook, ja. Heel veel maar dat is net een beetje zo als Chelsea. Hè. Net hetzelfde. Hè. Heel veel geld, maar weinig goede dingen ermee gedaan de laatste jaren. Jammer voor de Man U-fans. Nu, we lopen op de zaken vooruit, maar een 0 op 9 hoeft geen ramp te zijn. Want het is al gebeurd dat clubs met een 0 op 9 toch nog doorgaan. Twee keer nog maar. Toch een quizvraag. Ja, ik voelde het komen. 0 op 9. Ik denk dat het vorig jaar of het jaar daarvoor gebeurd is. Met een ploeg die 0 op 9 heeft gehaald. Atalanta heeft het mee. Ja, ja. Het allereerste seizoen. Ja. 2019, het corona-seizoen. Het is iets langer. Het was zelfs 1 op 12. En toch nog ik zat in een groep met Valencia toen. Ja, en Newcastle heeft het ook gedaan. Helemaal in het begin van de, van de eeuw. Dus het was al iets langer geleden dan 2 jaar. Ja, absoluut. Nog een groot team met het mes op de keel. Benfica. Ook begonnen met 0 op 6. En moet nu 2 keer tegen Real Sociedad, dat 4 op 6 heeft. En iedereen blijft verbazen. Iedereen die het Spaanse voetbal niet op de voet volgt. Pas op, zelfs iemand die het Spaanse voetbal een beetje van nabij volgt, vindt het toch ook verbazingwekkend. En ook bij Real Sociedad, die hebben ook 4 internationals. Hè. Mag je niet vergeten, de Spaanse nationale ploeg bestaat uit evenveel spelers van Barcelona, Real Madrid als Real Sociedad. Dat zegt ook wel iets over het niveau dat ze de voorbije jaren eigenlijk halen. Hè. En ik ben gek van Zubimendi. Ik vind Zubimendi... Rodri is de nieuwe Busquets, zal ik maar zeggen. Maar Zubimendi maakt kans om ook de nieuwe Rodri te worden op termijn. Dus ik vind hem een geweldig mooie voetballer. En ze hebben ook wel gewoon met Oyarzabal iemand die vanuit het niks kan scoren als hij fit blijft. Take Kubo. Mooie voetballer. Echt mooie ook voetballer. Onvoorspelbaar in zijn acties. Dus, ex-Real, als ik me niet vergis. Hè? Ex-Barcelona eerst. Ja, ja, op heel jonge leeftijd. Dan moest hij vertrekken. Want ze hadden hem illegaal een contract op een te jonge leeftijd al aangeboden. Is dan teruggekeerd. En via Real Madrid een paar uitleenbeurten gekend. Onder andere aan Mallorca 2 keer, Villarreal. En nu bij Real Sociedad de grote man geworden. Hè. En, Het is een heel leuke man om naar te kijken, vind ik. En ook die viering van een paar weken terug met zijn poep achteruit. Hij weet ook wel het publiek op andere manieren te verwennen. Dus jullie vrezen het ergste voor Benfica? Ik ben wat verrast van Benfica. In de competitie doen ze het heel goed. Staan tweede. Ja, hebben verloren dit weekend, als ik me niet vergis. Het was bekervoetbal, denk ik. Of was bekervoetbal. We zijn ook regerend landskampioen. Hè? Ja, dus vorig jaar was dat eigenlijk toch wel de ploeg waar wij naar uitkeken. Op een gegeven moment in verdere stage in de Champions League toch wat ontgoocheld. Dan verloren, denk ik, van Inter. Waar ik van dacht van, dit Inter, dat kan toch niet. Maar ze hebben het wel... gedaan. Lelijke kwartfinale. Ja, lelijke kwartfinale waar Benfica uiteindelijk, of Benfica moet ik dan eerlijk toegeven dat ik dat moet zeggen. Maar ze zijn natuurlijk met Ramos en toch wel iemand kwijt die makkelijk een goal maakte. Oh, het is ook een club met heel veel opleiden, verkopen met heel veel winst. En het is elke keer opnieuw bouwen. Het zou mij niet verrassen als er toch uitgaan, eerlijk gezegd, uit deze groep. Omdat, wat Michael net zei, met Inter, Salzburg en Sociedad, het is een groep die redelijk in evenwicht ligt. Ja, absoluut. Moeilijk. En dan is een slechte start iets dat je meesleept, natuurlijk. We gaan over naar een andere groep. Racing Club de Lens ontvangt PSV. Daar gaan we naartoe. Nicolas de Brabander en Wim Bekoning gaan die match becommentariëren in Lens. Dat 4 op 6 heeft gepakt. Arsenal klopte, je hebt die wedstrijd gedaan, denk ik, op de vorige speeldag. Mm-hmm. Dat was een grote verrassing. Tegelijkertijd, als je ziet dat Arsenal de kansen niet afmaakt. Maar PSV gaat verschieten. Ik denk het wel. Lens is heel slecht begonnen aan het seizoen. Ja. Ik denk dat die ergens onderin... 9 op 27 hebben Ik heb ze in het begin ook tegen PSG gedaan. Ik vond er eigenlijk niet veel aan. 1 op 15 was het. Hè? Ja. Ik vond er niet veel aan. Ook de eerste helft tegen Sevilla was eigenlijk niet goed. Maar dan in die tweede helft herpakken ze zich en lijken ze op het Lens van vorig seizoen. De vice-kampioen die maar op 1 punt van kampioen PSG is gestrand. Ze hebben met die jonge spits daar, Eliwahi, zeer goede aanval aan het wapen. Jongen die razendsnel is en die zonder te kijken altijd naar doel gaat. Dikwijls ook met succes. Dus ik denk PSV moet echt uitkijken. En vooral ook
ja, er gaan doelpunten vallen. Hè? Want Bosbal, dat weet je, bij PSV, die gaat niet betoneren voor zijn eigen doelgebied. Dus dat wordt misschien wel een van de leukste affiches, denk ik, qua entertainment en spektakelwaarde. Ja, goed, over dat Lens, ja, dat is een aparte club. Ze hebben heel diep gezeten, heel ver gezeten. Er zijn een aantal spelers het volgende over wat er belangrijk is. C'est dingue, c'est vrai que, bah, comme je l'ai dit, il y a trois ans, on était encore en Ligue 2. J'ai vraiment fait toutes les divisions jusqu'à la 7e. Et se retrouver cette année en Ligue des Champions, c'était irréalisable pour moi. On a surtout une force collective qui était extraordinaire. Et c'est vraiment ce que le coach veut mettre en avant quand il y a des nouveaux qui arrivent. La mentalité aussi du joueur qui est mis en avant au-delà des qualités footballistiques. Ouais. Ja, een club die 3 jaar geleden nog in de tweede klasse speelde. De spits Sotoka, die nog uit het 7e niveau komt in Frankrijk. Ja, debuteert op zijn 32e in de Champions League. Ja. Ja, en alle niveaus daartussen ook heeft meegemaakt. Gradi die ook zei, ja, het gaat niet alleen om voetballende kwaliteiten. Je moet ook dat DNA in je hebben. Het is vooral een club die in dat eigen stadion, in het Boulevardstadion. Nou, geweldig, geweldig. Maar goede spelers, Nico. Echt goede. Er zitten echt heel goede spelers. Maar geen verdetten? Nee, maar dat hoeft niet altijd. Ik volg Lens ook. Penda is weg. Van Aijs weg. Ik wou net zeggen, we volgen Lens omdat daar Belgen hebben gespeeld. Speelt nog een jonge Belg. Shishuba, die ik volg. Dus door het weggaan van Openda. Maar goed, vorig jaar toch ook wel een belangrijke factor geweest voor Lens. Maar inderdaad, geen sterspelers, maar ik vind dat gewoon een heel goed degelijk elftal met heel goede spelers. En zoals zo vaak vind ik, de Franse competitie wordt eigenlijk onderschat, heb ik het gevoel. Zeker in Vlaanderen ook. Ja, want wij denken, ja, Lens of Reims, wat stelt dat voor? Als je het voetbal een beetje volgt, zoals wij toch doen, alle drie, dan heb je toch wel heel snel het gevoel van oei. Dat is hier een heel goede ploeg, wat Michael zei van Sevilla. Ik was ook heel verrast, tweede helft. Want de eerste helft dacht ik, oei, die gaan weggespeeld worden. Maar de tweede helft waren die sterkste spelers, die zoals ik ze vorig jaar heb zien spelen. Dus ik denk dat zij gaan meedoen om zich te kwalificeren. En ik denk ook dat ze gaan winnen tegen PSV, als alles normaal blijft, geen rode kaarten en dergelijke. Omdat ik denk, wat Michael ook zegt, ja, PSV, dat is... Die gaan niet betoneren, hè? Ja, 27 op 27 in de Eredivisie, dus het maximum van de punten. Ja, en 1 op 6 in de Champions League. En ja, ze slepen ook dat gewicht mee van... Het is zo lang geleden dat ze nog een Champions League-wedstrijd überhaupt gewonnen hebben. Het zijn er 14 op een rij in de groepsfase waarin ze niet konden winnen. Oké, die spelers zijn niet meer dezelfde, maar... Ik denk niet dat Noah Lang daarvan wakker ligt. Nee. Maar ja, we hebben het al een paar keer aangehaald, hè, daarnet bij Galatasaray. Nu wil ik weer over het stadion iets zeggen, want ja, het is een mijnwerkersploeg. Het is een klein stadion, maar de sfeer daar is ook fenomenaal. Ik denk dat Nicolas de Bramander dat ook wel gaat merken. Het is tijdens de rust dat ze dan Le Coron afsteken, een soort slagerlied, waar iedereen en masse meezingt. En je wordt gewoon, denk ik, als speler onmiddellijk weer op je plichten gewezen om die tweede helft... Ja, vol een bak aan te gaan. Dus ik denk dat dat zeker meespeelt in die groep ook. Dat misschien wel de belangrijkste reden is dat Lens kan verrassen. Want op papier zou ik toch zeggen, als je vooruit naar die groep kijkt, Arsenal en Sevilla gaan door. Lens, PSV gaan het uitvechten voor de derde plaats. Maar we zijn aan de betere hand in de competitie. Het is 8 op 12, 4 wedstrijden zonder nederlaag. Ook al was het 0-0 tegen Laver, denk ik, afgelopen weekend. Maar vorig seizoen, toen ze tweede werden, 1 wedstrijd verloren thuis in de competitie. Dat zegt ook wel iets. Ja, degelijk. Hè. Degelijk elftal met goede verdediging vorig jaar. Nu ook laatste wedstrijden beter. Maar ik denk het weggaan van Openda dat toch wel een hele belangrijke factor is geweest. Want wat hij nu ook doet in zijn nieuwe club... je kan dat niet wegsteken, Nico. Ze zoeken overal jongens die goals kunnen maken. En hij voelde zich daar goed. Ook met dat voetbal. Maar ik ben niet zo zeker. Ik ben niet akkoord met Sevilla. Want Sevilla gaat zich weer plaatsen voor de UEFA-beker. En dan gaan ze daar weer zotte dingen doen. Okay. Ja. Denk ik dan. Maar dus Sevilla, die zet je op 3, ja. Sevilla heeft het nooit kunnen waarmaken in de Champions League. En dat vind ik... Ze hebben een goede ploeg, maar ook een oudere ploeg. En ik denk dat die jonge ploeg van Lens en dat niveau wat wij niet zo goed kennen... Ik ken ook iets beter de Spaanse competitie...
Maar ik geloof het niet. Ik geloof niet dat Lens niet gaat meedoen om zich te plaatsen. Dus ik geef eigenlijk meer het voordeel aan Lens en waarschijnlijk aan Arsenal dan aan Sevilla. Ja. Sevilla ontvangt Arsenal. Ja. Sevilla maakt het zichzelf elke keer weer heel lastig. In de eigen competitie natuurlijk, maar ook in de Champions League. Want ze hebben 2-6. Ze hebben 3 keer achtergestaan. Mm-hmm. Het moeten dan telkens terug knokken. Het is weer slecht gestart in La Liga. Nogmaals van coach gewisseld. Dat is al de 4e coach in een jaar. En nu de ex-bondscoach van Uruguay, ja. Van Uruguay gehaald, die zijn debuut heeft gemaakt, Diego Alonso. Mm-hmm. Heb jij die wedstrijd gevolgd tegen Real Madrid? Ja. 1-1? Ja, waar Sergio Ramos nog heel belangrijk is, een bal voor de lijn. Ik heb meteen een vraag. Spelen ze 4-4-2 nu? Sevilla? Nee, ja, omdat de oud-coach van Uruguay altijd 4-4-2 speelde, hè. Dus ik dacht meteen, gaat hij iets... Het is niet Tabárez, het is die van 2K, het is de jonge coach, Diego Alonso. Dus ik denk niet dat ze 4-4-2 per se spelen, want Dodi startte als... 4-3 en Luke Bakker op rechtsbuiten. Op rechts, ja. Zijn lievelingspositie heeft hij nog in een interview gezegd. Met Pix Sport. Maar die viel wel tegen in die eerste match van de nieuwe bondscoach. En dan zag je achteraf wel de blijdschap dat ze een punt hebben kunnen pakken tegen de Koninklijke, tegen Real Madrid. Maar die bondscoach die spreekt met een zwaar Uruguayaans accent. En die kan een beetje Spaans. Maar Luke Bacchio heeft nog maar 3 lessen Spaans gehad. Dus die kon daar volgens mij helemaal niks van verstaan. Dus dat moet ook moeilijk zijn als die de richtlijnen krijgt van die coach tijdens de match. Dat is echt zo, ja, ingeslikte woorden, ingeslikte letters. Dus het is een onbekende factor, Diego Alonso. Maar ja, Sevilla, het zijn inderdaad wel oude krijgers. Ramos, Goodelje. Die nog eens een gele kaart heeft gepakt en nog eens een feature heeft gehad met Rudiger. En met Rudiger. Ja, met Rudiger ook, maar daar zou ja. ik toch van opletten van Rudiger, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is ik weet het niet. Het is een te oude ploeg. En ik zie ze ook in La Liga niet echt super spelen. De wedstrijd die ik gezien heb, afgelopen weekend de wedstrijd niet gezien van Sevilla tegen Real. Maar ze kunnen mij niet bekoren op dit moment, eerlijk gezegd. Nee, ze spelen niet het meest sprankelende voetbal in Spanje. Ja. Dat speelt Atletico. Hè. Zo. Ja. Nog even over Dodi Luke Bakker. Ze winnen wel vlot, Atletico. Die ja. Oké, okay, maar verder gaan we het er niet over hebben. Dodi Luke Bakker, je hebt hem al aangehaald. En je hebt ook gezegd, je hebt hem tijdens de Interlandbreak in Tubeke geïnterviewd. En over zijn aanpassing aan de nieuwe club aan Sevilla zei hij daar het volgende. Je bent nu 1,5 maand speler van Sevilla FC. Hoe vind je zelf dat het sportief loopt? Ja, wel, ik had het niet beter verwacht. Zonder voorbereiding, dat is niet gemakkelijk, helemaal niet. Maar ik heb hard gewerkt. En ja, dat wordt beloond. Ik voelde mij meteen thuis. Het voelde aan alsof ik er al lang zat. Ja, met die geweldige fans is het nog gemakkelijker. Dus, Het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán is... iets heel speciaals. Ja. We hebben het al over Lens gehad, over Galatasaray. Maar dat is echt kiekenvlees ook. Ja, ja. Dat is ook weer zoiets. Een oud stadion, maar geweldige ambiance. Mm-hmm. En hij is er geweldig opgenomen. Is fantastisch begonnen natuurlijk. Hè. 2 goals al heel snel. Toen hij startte, 7-9 voor Sevilla. Ja. Goeie club voor hem? Goeie competitie ook wel, denk ik. Het is alleen maar positief als je van de degradant in Duitsland naar een toch wel een hele, hele goede ploeg kan gaan in Spanje, waar je dan goed binnenkomt, waar je uiteindelijk belangrijk bent in die eerste wedstrijden. Dat helpt alleen maar in zijn integratie, denk ik, in die ploeg. Goed, nu met die nieuwe coach begrijpt hij misschien wat minder. Dat kan een probleem zijn. Maar goed, ik denk dat die jongen wel heel snel Spaans zal leren. Het is ook niet dat er een grote ster is die hem barreert. Hij heeft vrij veel zekerheid op een rol als titularis. Je hebt ook Campos, je hebt Lamela. Maar als, maar je, nu niet... als je eerlijk bent, zonder chauvinistisch te klinken, ik zit die niet boven door die Bakio. Nee, Ocampos is ook niet meer de Ocampos van een paar jaar geleden. Dus om iets te forceren, gaan ze toch naar hem moeten kijken. Maar hij heeft toch die snelheid, hè, wat Ocampos minder heeft en Lamela sowieso niet. Dus als er individuele acties al gemaakt moeten worden, zal dat toch wel heel vaak via hem gaan. En dat is ook al gebleken. Ook in de Champions League al een paar keer heel goed gedaan. Dus dat zullen ze toch ook wel gezien, omdat hij bepaalde kwaliteiten heeft, dat ze hem uiteindelijk toch willen uitspelen, lijkt me. Ja. Blijkbaar heeft hij ook aan jou verteld, kon hij tijdens het tussenseizoen ook naar Inter, maar evengoed naar Engeland, naar het Burnley van Vincent Kompany. Hij was eigenlijk het concreetste in het begin. Ja. Bijna elke dag, bijna elke week gesproken.
echt veel. Maar natuurlijk zei ik tegen hem, hij wist het ook goed. Na zo'n seizoen, voor mij was het geen A-plan. En hij wist dat, we hebben echt heel eerlijk gesproken. Ik heb hem geen valse hoop gegeven, want ja, natuurlijk is Vincent ook een voorbeeld voor mij. Dus ik wou een goede relatie met hem en ik ben ook een eerlijke man. Ah, terecht. Dat je niet naar Burnley gaat? Ja, absoluut. Ik zou het net hetzelfde gezegd hebben, omdat... Het is daar ook zo slecht weer, hè. Ja, niet alleen dat, maar ik zou... Ik denk als speler zou ik zelf onder de trainer Vincent Kompany willen werken. Ik heb daar een klein beetje van meegekregen als speler, maar ook als trainer. Ik spreek heel veel mensen daarover. De manier waarop dat hij de spelers coacht en ook traint op het veld. En die ideeën zijn fantastisch. Alleen als je een heel jaar hebt gespeeld in de Bundesliga tegen degradatie, je zakt. En dan weet je, ik ga naar Burnley, waar ook al een blik Belgen zijn naartoe gegaan en even opengetrokken. Wat je van weet, ja, die zijn niet allemaal een meerwaarde. Jij gaat naar daar, ja, dan weet je weer dat het voor een heel jaar van onder is te spelen. En dan zou ik ook gezegd hebben, bedankt en tot ziens. Maar dat doe ik niet. Ja, in de realiteit heeft hem uiteindelijk gelijk gegeven. En ja, maar Michael, dat weet je op voorhand. Sevilla gaat subtop spelen in Spanje. Het is goed weer, leuke stad. En Burnley, als die inhaalrace tot een goed einde wordt gebracht. Maar goed. Ja, oké. Okay. Ik zou zeggen, Burnley, ik zou dat toegaan even voor het golf. Hè? Voor het golven bijvoorbeeld. Ja, goed golf, ja, in Engeland is het paradijs natuurlijk. Ja, okay. Maar voor de voetballer Burnley, met alle respect, moeilijk. En het is sowieso al niet gemakkelijk in de Premier League. Oké, okay, maar goed. Jullie gaan ervan uit dat Sevilla in de Europa League gaat terechtkomen. Ja, die zullen wel zo halve finale, bewust, halve finale of zo weer spelen. Ja. Die eerste twee gelijke spelen hebben ze bewust gedaan, zodat ze weten, ja, mathematisch gezien maken we dan meer kans om derde te eindigen. Dus, Stel je voor. Okay. Stel je voor. We gaan naar woensdag. En woensdag gaan jullie samen naar Parijs. Parc des Princes voor de wedstrijd tegen Milan. Mm-hmm. Dat is de groep des doods, met ook nog Newcastle en Dortmund. Ja, Milan... 2 keer 0-0 gespeeld, die gaan toch kleur moeten bekennen? Die gaan eruit, nu. Nico. Die gaan eruit. Oké. Okay. Als ik Newcastle zie spelen en PSG... ik heb PSG-Dortmund gedaan. Dortmund geen twee kansen met elkaar gevoetbald. Als we gisteren de match hier van Milan... Hoe dat zei, we hebben 1 kans gehad. Giroud. Verloren, ja. Met 10 tegen 11. Ja, 10 tegen 11. Oké, maar... Ja. Het was een domme rode kaart. Want ik heb dat is gisteren... ook wel een verzachtende omstandigheid. Ik heb gisteren ook uitgelegd. Ja. Hoe kan je nu in minuut 40 een doorgebroken speler neerhalen? 1. Je geeft je keeper geen kans meer. 2. Oké, dat is een reactie, ik kan dat begrijpen. Maar goed, je hebt wel nog 55 minuten dat je met 10 verder moet. Dus dat is eigenlijk helemaal niet slim. Ook het feit dat ze 10 tegen, of 11 tegen 11 niks creëren. Dat ze al 2 keer 0-0 hebben gespeeld. Het enige wat in voordeel sprak... moet ik dan wel zeggen, in de competitie is dat ze na Inter, de pandoering tegen Inter, maar 1 goal hebben geïncasseerd, maar ze maken er ook niet veel. Ik kan me niet laten wijsmaken dat PSG met Mbappé, hoe dat die aan het voetballen was, als ik hem live heb... Ja, dat gaan ze niet kunnen tegenhouden. Dat kan niet. Dat is ook een verschil, denk ik. Want Serie A, waar Pulisic wel 4 keer gescoord heeft uit 10 schoten, dus redelijk accuraat is, maar... Als je dat dan doortrekt naar Europa, die wedstrijden in de Champions League, hebben ze 39 keer naar doel getrapt en geen enkel doelpunt uitgekomen. Ik moet zeggen, die doelpunten, Michael, we weten dat ondertussen... Ze zijn daar soms wel met veel optimistisch. Ik heb van het weekend ook, zat op Charleroi tegen Antwerp, en daar waren ook 17... Ja, oké, dat is nog veel. Maar ik snap het wel wat je bedoelt. Het niveau, ook al is PSG misschien op papier wat minder... er moeten toch heel vreemde dingen gebeuren dat Milan daar punten gaat pakken. Ik kan dat niet geloven. En, de kwaliteit is goed bij Milan. Maar PSG is ja, met Mbappé. Mbappé is volgens mij misschien wel de beste op dit moment in de wereld. Nou, zien jullie Dortmund iets rapen bij Newcastle? Nee. Moeilijke verplaatsing wel natuurlijk. Ja. En Newcastle zit weer op het goede spoor in de Premier League. Ik blijf dat wel geweldig vinden dat echte... oer-Britten zijn die dan uitblinken, zoals een Sean Longstaff en zo. Dat zijn namen die, denk ik, de mensen die het voetbal niet van dichtbij volgen, niet meteen gaan herkennen. Die gaan herkennen. Niet kennen, ja, natuurlijk. Dus, en dat zijn dan de mensen die dan Newcastle de oude glorie laten herleven. Dus, maar ik denk toch dat het lichtje is gaan branden bij veel ploegen. Als je Newcastle ziet spelen... Oké, 0-0 in Milan, als ik het goed heb begrepen. Maar ze wel echt de minderen, hè? Ja, oké. Maar goed... Eerste keer in de Champions League weer na zo'n lange tijd. Maar thuis, tegen PSG, op die manier.
Tja, dan weet je, als je naar Newcastle moet, dan moet je toch al goed voor de dag komen om daar iets te rapen. En Bruno Guimarães is geweldig. Ja, absoluut. Aankoop. Maar Almeron ook. Hè. Als je die ziet lopen, dan denk je, waar haalt je al die energie vandaan? En... Alleen Tonali kunnen ze niet meer gebruiken, natuurlijk. Ja, dat is ook... Ja. Ik veronderstel dat dat toch Europees doorgetrokken wordt als die uiteindelijk... Maar hij zat op de bank, hè, afgelopen week. Dus dat is nog niet uitgesproken. Nee, bij gisteren was het wel bij... Fagioli zat bij Fagioli op de strafbank. Ja. Oké. Maar ook een club met een geweldige thuisreputatie is St. James's Park. Daar kan Antwerp voorlopig alleen maar van dromen. Ook woensdag in de Bosuil, Peter van den Bemt en Gert Verheij voor Antwerp tegen Porto. Wesley, je was op Charleroi. Ja. Wat schort er bij Antwerpen? Ik heb het gevoel dat die onverstoorbaarheid, waar ze kampioen mee geworden zijn vorig jaar, waar ze ook mee gestart zijn dit seizoen, dat die plots weg is. En dat is eigenlijk begonnen in die wedstrijd tegen Shakhtar. Ik heb ze natuurlijk al redelijk vaak zien spelen. Oerdegelijk Antwerp. Alleen vooraan vind ik dat je met Vincent Janssen iemand hebt die een ploeg kan beter laten spelen. Maar ik vind heel vaak dat die jongens aan de zijkanten gewoon niet genoeg brengen. Mm-hmm. Ze bereiken hem te weinig. Ja, ja ze komen te weinig in de 16 met hem als eindstation. Of als... En Balikwisha ook bijvoorbeeld. Ik vind dat een jongen, die heeft kwaliteit. Maar, ik vind, een voetballer is maar zo goed als de beslissingen die hij neemt. Als je heel vaak je man voorbij loopt wat hij kan, maar de verderzetting is er niet, dat heeft met decision-making te maken. Dus met de beslissingen die je neemt op het moment dat het moet. En ik zie heel vaak bij ploegen op een niveau waar je van denkt van het zijn topwedstrijden of Champions League, dat zijn net de momenten waar ze het niet goed doen. En dat is een manco, want achteraan, Alderweireld, die kan volgens mij zo nog 5 jaar spelen, hè, in België. Hè. Mm-hmm. Hoe makkelijk dat hij overeind blijft, er is maar niemand... Is Koulibaly niet minder dan Pacho? Maar vanachter is het probleem niet. Ik vind... Oké, nu op een gegeven moment... Het feit dat ze er weer 3 slikken... Ja, maar dat heeft niks... Dat zijn penalties of 2. Ja, en sorry, maar die ene penalty... Die laatste bedoel je? Ja, die laatste waar Ben zat tussen... Oké, dan staat Balikwisha op linksachter te spelen. Ja. Dat is ook al geen verdediger. Maar ik heb nooit een beeld gezien, duidelijk beeld, waar Balikwisha effectief een Benza aanraakt. Hè, want ik heb het gevoel dat hij over de bal trapt of naast de bal trapt. Maar goed, ik ben daarin waarschijnlijk niet goed geplaatst als je de beelden dan ook niet goed ziet. Of hebben ze bij de VAR andere beeld. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Het gaat over het feit dat je dan ineens moet andere dingen gaan doen als wat zij het hele jaar hebben gedaan. Vorig jaar in structuur, degelijkheid, goed staan in balverlies. Maar dat ze nu plots uit die comfortzone wel worden getrokken. Dat ze ineens andere dingen moeten gaan doen. Dat hebben we tegen Shakhtar ook gezien. En voetbal is een vreemde sport. Want dat hebben we gisteren nogmaals gemerkt. In Standaard, tegen Anderlecht. Je krijgt een goal binnen, zoals Antwerp tegen Shakhtar. En ineens doet Antwerp heel andere dingen. Dus, doe je niet meer wat je... Vergelijkbaar met die 2 wedstrijden. Ja, wat je niet meer... Wat je... En Antwerp-Shakhtar. Alhoewel dat bij Shakhtar ook wel de doelman Buté zijn slechtste wedstrijd ooit en speelde. Dat is ook zoiets. Hè? Maar hoe komt dat? Ander toneel. Ander niveau. Spelers die ervan profiteren. Ik denk dat je op een of andere manier toch wel beïnvloed wordt door het Champions League gegeven. Dan denk je, iedereen ziet mij hier spelen. Ik kan toch niet zeggen, Nico, die laatste goal waar Buté die bal 5 meter naast zijn doel wil binnenhouden. Ja, in godsnaam. Dat is een gebrek aan rust. Nee, en dat is ook de hymne. De Champions, ineens de Champions. En dan denk je, ola, heel Europa ziet mij. Want laat ons eerlijk weten, wie gaat naar Charleroi Antwerp kijken in Europa? Niemand. Bijna niemand. Maar wie kijkt er Europees naar Antwerp? Ja. Iedereen misschien niet, maar toch veel mensen. En dat doet iets met een mens. Ik kan daar uit ervaring meespreken. Je mag dat aan Gert vragen, aan Frankie. Mm-hmm. Het doet iets met een mens als je op het hoogste niveau speelt. Mm-hmm. Zo simpel is het. Dus heb je ook wat ervaring nodig en betaal je in het begin leergeld. En dan ga je spelen tegen een ervaren Champions League-ploeg als Porto. Mm-hmm. Heel moeilijk te ontwrichten. Ze hebben in de Portugese competitie natuurlijk maar 11 goals gemaakt. Maar ze hebben er 6 tegen. Beste verdediging in Portugal. Ze staan derde. Vincent Janssen tegen Pepe, dat wordt wel een aangenaam gevecht. Wat moet Antwerp doen om daar toch iets te rapen? Want eigenlijk moet het nu wel stilaan. Net zoals Club Brugge gedaan heeft, hè, in Porto. Het geluk, het moment.
dat ze hen troffen eigenlijk het feit dat ze dat Porto niet top was op dat moment en dat alles wat club daar deed lukte. Mm-hmm. Maar ze hebben nou wel die ervaring van meerdere Champions League seizoenen hebben gespeeld. Maar goed, ja, kijk, nogmaals, als zelfs de strafschop gegeven door of genomen door Toby Alderweireld, dat hij zelfs daar toch wel wat voelt. Op dat moment dat hij denkt van ja, ik moet hem hier binnentrappen om nog een punt. Dat lukt dan niet. Dus dat speelt toch wel een rol. Dus als je dan naar Porto gaat, dan denk ik dat de meest ervaren Toby Alderweireld... Maar Porto is over... Ja, goed. Nu thuis ook. Sorry daarvoor. Maar dat toch wel meespeelt en dat ze nu beseffen, het is nu of nooit. Want als je nu thuis niks gaat trapen, dan... Ik vrees dat Barcelona het ook niet gaat worden, ja. Michael. Ja, tenzij dat Barcelona al zekerheid heeft. En met een C-ploeg komt. Maar zelfs een C-ploeg van Barça zal niet zo gemakkelijk zijn, denk ik. Ja. Goed dan ook. U kunt exclusieve VIP-tickets winnen. Een duo-ticket voor die laatste wedstrijd van Antwerp in de Champions League op 13 december. Via een wedstrijd van Pix, de troostprijzen, is een UEFA-kit... 320 worden er op die manier verspreid met een Champions League pet, rugzak, drinkfles en flessenopener. U moet gewoon langsgaan tussen nu en eind oktober in een Proximus winkel in uw buurt. U kunt vrijblijvend deelnemen. De hoofdprijs is dus één VIP-duo ticket voor Antwerp tegen Barcelona op 13 december. Ik ga jullie stilaan bedanken. Galatasaray en Parijs. Mm-hmm. En jij studio morgen met Jan Vertonghen. Ik zie er naar uit. Ja, en ik hoop dat ik ook verkeerd ben met mijn idee over Antwerpen. Okay. Alleen hoop dat de Belgische ploeg winnen. Hè. Okay. We kijken er naar uit. Hoe dan ook. Dinsdag en woensdag de Champions League bij Pix Plus Sports. Graag tot dan. Dag.